Is het een goed idee als burgers op de stoel van politici gaan zitten? Oké, okay, goed. Belgen zijn over het algemeen relatief bescheiden, maar Nederlanders hebben er geen enkel probleem mee om ongegeneerd selfies te nemen terwijl ze op de stoel zitten van Tweede Kamerleden. Oké, okay, goed. Je moet dat natuurlijk niet zo letterlijk nemen. Het gaat er hier vooral om of burgerinspraak, waarbij burgers echt aan politiek gaan doen, of dat het een positief effect kan hebben op het vertrouwen in de politiek. Nou, dat gebeurt alvast op heel veel plekken. En je ziet hier een mooie foto die ik heb genomen. Je ziet een bloembak. Er is in een verborgen straatje in Antwerpen met daarboven een label burgerbeelding. Nou, wat was er hier aan de hand? De stad Antwerpen had besloten om in die straat de bloembakken weg te bezuinigen. Maar burgers in Antwerpen hadden de mogelijkheid om over een heel klein deel van het budget te beslissen. En zij staken daar een stokje voor en zeiden: 'Hey, wij willen wel' die bloembakken en besloten om een deel van dat beperkte budget in te zetten om die bloembakken te redden, als het ware. Goed, dit is een vrij verregaande vorm van burgerparticipatie, waarbij burgers ook echt financiële bevoegdheden hebben. Uh, het gebeurt ook in Nederland, in Amsterdam bijvoorbeeld, maar heel vaak gaat het toch om andere vormen van burgerparticipatie, waarbij burgers um, niet de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid hebben. Op dit moment wordt er heel veel geëxperimenteerd met burgertoppen, g duizend als het ware. Wat gebeurt er op zo'n G1000? Een G1000 begint bij het bevolkingsregister, waarbij er uit dat bevolkingsregister mensen gelood worden. Die mensen die uitgelood zijn, die krijgen een brief. Gefeliciteerd, u bent uitverkoren om op een zaterdag ergens in de toekomst deel te nemen met een kleine duizend andere burgers aan een soort grote brainstorm-sessie, een lokale brainstorm-sessie, waarbij het de bedoeling is om een tiental innovatieve projecten op te lijsten. En deze projecten worden dan in een latere fase uitgewerkt door burgers en de politiek. Oké, okay, goed. Hebben zo'n G1000 burgertoppen nu het potentieel om het vertrouwen in de politiek te vergroten? Dat hangt van minstens twee zaken af. Allereerst, wie neemt er deel aan zo'n burgertop? En dan ten tweede, wat gebeurt er met de uitkomsten van die burgertoppen? Laat ik beginnen met die eerste. Wie neemt er deel aan zo'n burgertop? We weten van zo'n G1000, er zijn er op dit moment zo'n 14 gehouden in Nederland. Drie daarvan zijn echt heel grondig onderzocht en voldoen aan alle kenmerken van een G1000. Dat zijn die van Amersfoort, de Amsterdamse wijk Kruiskamp en Groningen. Nou, in Amersfoort werden er 6000 brieven verstuurd en kwamen er zo'n 450 mensen opdagen. In Groningen werden er 10.000 brieven verstuurd en kwamen er ook zo'n 450 mensen opdagen. En in Kruiskamp werden er 2000 brieven verstuurd en er kwamen er ook 20 tot 30 mensen opdagen. Oeps, geen groot succes. Maar misschien is het dan zo dat die burgers toch nog representatief zijn voor de lokale bevolking. Dat blijkt helaas niet het geval. Het zijn grotendeels blanke, hoogopgeleide ouderen die je daar ziet terugkomen. Bovendien zijn dat mensen. Die ook al veel vertrouwen hebben in de politiek, die ook lokaal gaan stemmen en die al deelnemen aan burgerparticipatieprojecten. Niet meteen de juiste doelgroep dus. Sowieso veel meer de usual suspects als het ware. Je kan dat deels opvangen door mensen te betalen om deel te nemen aan burgerparticipatie, maar dat gaat toch een beetje in tegen de geest van zo'n G1000 burgertop. En zelfs dan lukt het niet helemaal om die vertekening weg te werken. En bovendien, als burgers zo graag aan politiek zouden willen deelnemen, waarom is het dan zo moeilijk om ze binnen te halen? Goed, dat is het eerste deel. Dus niet de juiste doelgroep. Maar dan ten tweede, wat gebeurt er met de uitkomsten van zo'n burgertop? Die worden grotendeels genegeerd door de politiek. Heel interessant. Ze worden grotendeels genegeerd en de burgers blijken het heel moeilijk te vinden om zich verder te committeren en ook zaterdagen na die eerste zaterdag bezig te zijn met dat product dat project. Met het beperkte onderzoek dat op dit onderwerp is gedaan, weten we dat het zelfs het potentieel heeft om het vertrouwen te verlagen en dus als een boemerang in het gezicht terug te keren. Kortom, van burgerstoppen moeten we geen mirakels verwachten.